op uw plaats. 3, 2, 1. En daar gaan we. Opperste concentratie. Ja. In de pauzes zijn ze allemaal vrolijk en gezellig een biertje en kennen een heleboel. Maar als het spel begint, dan worden ze toch fanatiek. Ja, echt wel. Ja. Hoeveel teams doen er mee vandaag? We doen vandaag 8 teams mee. En we hebben 11 spelen. Dit zijn de Highland Games. Ja. Hoe wordt het gespeeld? Want het is een internationale sport. Het is internationaal. In Australië vind je het veel. Amerika ook nog wel. Ja, en dan Schotland natuurlijk. Frankrijk wordt het ook nog wel gedaan. Nederland, de laatste jaren suddert het een beetje eigenlijk. De Highland Games zelf. Het is geboren met de Kelten en de Picten. Uit Schotland vandaan. De Kelten die zaten bovenaan en de Picten zaten onderaan. En het was altijd een beetje water en vuur. En eigenlijk, door het whisky rollen, zijn die volkeren naar elkaar toegegroeid. En hoe is de game dan ontstaan? Het is natuurlijk één land geworden. En net zoals je oud-Hollandse spelletjes hebben, in Nederland heb je daar de Highland Games. En nou ja, dan is het natuurlijk van ouds heel wat simpel is geweest. Boomstam zagen, boomstam lopen, hangen, kilt hangen, zulke dingen. Dat is eeuwen oud eigenlijk. En het wordt altijd in teams gespeeld? Voor zover ik weet wel, is het echt een buurtgebeuren, echt een feest. Dat doen we hier. Dit is dus echt voor plezier, echt voor het hele buurtgebeuren, voor de hele bevolking. Is het de bedoeling om er één gezellige dag van te maken. We staan nu op het grote veld eigenlijk. En daar hebben we onder andere het whisky rollen. De jongens zijn klaar. En daarachter heb je juk lopen. Gaan we naar het stroopbalen gooien. Stroopbalen gooien is ook een behendigheid, omdat je moet hoog en je moet ver. En die balen, die weegt gerust best wel veel. Nou, en dan verder achter me zien we het boomstam lopen. Dat is een parcours voor en achteruit en alles. Spijker tikken, hoefijzer gooien. Ook een oeroud spel. Zien we af en toe ook een kar voorbij komen, Ben Hurkar. Ben Hurkar die is zelf geconstrueerd. En dan gaan we verder met het boomstang zagen. Uit hoeveel spelers bestaat een team? Een team die bestaat uit 6 spelers. Wordt er ook gelet op de vaardigheden van de spelers? Ja, ik denk dat ze hebben 6 spelers en een teamleider en een leider, een coach. En die coach die stippelt eigenlijk een beetje tactiek uit en ja, die probeert er het beste van te maken. Net als een trainer van een elftal. En welk team is favoriet op dit moment? Nou, we hebben team zonder naam. We hebben de winnaars van toen. Hebben we. Kaasmeisjes zijn bij de dames heel goed. Jullie worden als favoriet genoemd. Is dat zo? Wat is jullie geheim? Gewoon jezelf zijn. En gezelligheid in het team. Gezelligheid in het team. Gezelligheid. Kaas. Ja, kaas eten voor. Kaas, daar word je sterk van. Ja. Want welk onderdeel gaat jullie het makkelijkst af? Welk onderdeel? Ringsteken ging net heel goed. Hebben we tot nu toe het hoogste gehaald. Ja. Dus niet voor niets favoriet. Nee, inderdaad. Het herenteam. Welk team is daar favoriet? Ik denk MacBetrans. Nou, dat is een team die bestaat eigenlijk al jaren. We hebben vroeger bij de Evelaar hebben we touwtrekken gehad. Dat hebben we 30 jaar gehad. En dat is een team dat is eigenlijk al, nou, ik denk al wel 25 jaar bij elkaar. Jullie zijn de favorieten. Oh, nou, dat is mooi. Ja. Want jullie begonnen 30 jaar geleden met touwtrekken. Ja. En sindsdien is er een team ontstaan. Ja. En we zijn zo'n beetje, nou, eigenlijk heel vaak tweede geworden. Maar we gaan nog een keer voor de eerste prijs natuurlijk. Toch favoriet. Wat is jullie geheim? Nou, je ziet het allemaal afgetraind, hè. Verder, wat is de belangrijkste vaardigheid? In de kantine en zo, hè. Wie is de teamleider? Jij bent de teamleider. Oh, ja, ik hoor ik net. Er zijn wel prijzen. Soms zijn er bekertjes of beeldjes of wat dan ook. Eeuwige roem, dat is wel het belangrijkste, ja. Het is een buurtfeest. Dat is een weekend. Zaterdagmiddag om 4 uur begonnen. Met een beachvolleybal. Een beachvolleybal on street eigenlijk. Dat is voor de Evelaar geweest. Met 2 velden. En daar hadden ze 10 teams. En die strijden allemaal tegen elkaar. En daarna is er een soort met feestavondje. Met een band erbij. En dan gezellig even een borreltje drinken en alles. En we de volgende dag. Dan beginnen we om 10 uur met een buurtbrunch. En dit jaar hebben we wel 100 man zitten eten. En dan beginnen we 12 uur met de Highland Games. Dat is tot 1 uur of 3. En dan ruimen we met z'n allen gezamenlijk op. Dat wordt even rondgeroepen en iedereen pakt een paal en een stroopbaal en een stok en dit en dat.
En dan hopen we om 3:30 weer terug in de Evelaar te zijn. En dan hebben we om 4:00 hebben we de prijsuitreiking. En dan is het na discussiëren en dan komen de nodige gesprekken over het spel natuurlijk naar boven. En over welke buurt hebben we het? Nou, we zitten hier op het Heemskerke Duin. Daar hebben we de Evelaar dan. Welke buurten moeten er volgend jaar echt bij zijn? Nou, ik zou graag, uit Commandeurs en Waterakkers, zou ik best wel een paar teams willen hebben. Ik vind het heel leuk, want het wordt altijd gezegd, de Evelaar is van Heemskerke Duin. Nee, de Evelaar is van Heemskerk, met als rayon dan een Waterakkers en de Commandeurs erbij. En die willen we er graag bij hebben.